Oké, spatie gezet. Even checken. Heb ik gesaved? Ja. Als ik nou save, of ja, refresh, ik had hem al gerefreshed, dan zie je dus dat hier dus die, ja, dat hij dus de H2 nu ook een Roboto heeft gemaakt. Dat is het fijne van Chrome, hè, dat hij dus die inspect element heeft. Volgens mij, Safari versies heeft dat ook. Zie je hier dus ook die stylesheet terugkomen, hè. H1, H2, en je ziet dus dat H2 nu is, ja, volle kleur. H1 is een beetje transparanter gezet. Dat komt omdat je natuurlijk nu op een H2 element heeft. En hij highlight eigenlijk, zullen we zeggen, hetgene wat hij, waar hij de stijl vandaan krijgt. Maar je ziet dus, heb je dus dingen die meerdere keren terugkomen. Zoals die H2. En nu is het ook een mooie, alle H2's van die hele pagina hebben dus die stijl meegekregen. Dus je hebt dus hier een H2, maar hier ook, en hier ook, en hier ook. Nou, dat is super, want dan hoef je dat maar eigenlijk ook één keer in te voeren en hij voert meteen op alle plekken op die pagina uit. Nou, dat is echt, dat scheelt je gewoon een hoop werk. Nou, dat is dus eigenlijk die tweede versie, zullen we zeggen. Je kunt dus die Google Fonts gebruiken, wat ik dus heel fijn vind en prettig. Je hebt ook nog een derde optie, of ja, eigenlijk heb je er nog twee daarna, maar je hebt dus de derde optie. En dat heet Font Scroll. Dat is een site die bieden dus aan om voor jou een fontface te genereren. Wat is nu het geval als jij nou een fontje hebt gedownload op Dafont of zo? Dafpunk, Dafont.com. En nou, ik pak even de eerste, de beste. Dat is deze hier. Die download ik. Die wil ik gebruiken voor mijn kopjes. Nou, dan heb ik hem sowieso geïnstalleerd, hè, om mijn ontwerpen natuurlijk dat font te gebruiken. Maar ik heb het dus ook nodig, dat font, om het om te zetten. Ja. Nu is het zo dat je sowieso altijd moet opletten met fonts om zomaar om te zetten naar dat webfont formaat. Want veel fonts zitten dus copyright op. Dat weten sommige mensen. Ja, studenten zijn er sowieso niet echt bewust mee bezig met copyright en zo en betaalde dingen. Meestal heb je toch gewoon fontjes gedownload of heb je ergens vandaan getoverd waar het misschien niet helemaal via de legale weg is gegaan. Zet je die echter op je website, is natuurlijk wel een veel groter publiek die dat kan zien. Nou, zou het zijn dat waarschijnlijk als je het als student gebruikt, dat er niet meteen een grote fontwinkel op je afkomt struimen om te zeggen van, hey kerel, je hebt daarvoor niet betaald. Maar hou daar wel rekening mee. Dat je eigenlijk illegaal bezig bent als je gewoon een font zomaar, zonder te checken als er een copyright op zit of dat er rechten voor moet betaald worden, om te zetten naar een font, webfont formaat. Dat is trouwens ook als je posters maakt of tijdschriften in elkaar draait met fondsen die je niet hebt betaald, daar kun je, ja, dat is eigenlijk in principe ook strafbaar. Maar goed, dat is eventjes het legal gedeelte, zullen we zeggen. Meeste fonds op dat fond hoef je je meestal niet zo zorgen te maken als je het niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Dat je daar gewoon alles mee mag doen wat je maar wil. Dus ik heb deze ook gewoon even gepakt als voorbeeld. Nou, die staat dus eigenlijk geïnstalleerd op jouw computer. Wat je wel eventjes moet opletten is dat je hem ook nog een keer even het fonds, het daadwerkelijke font, dus het TrueType font, even kopieert op je bureaublad of zo, of in je folder waar je spullen hebt staan. Omdat het dan de kans het grootste is dat die dus niet rare dingen gaat doen, dat hij hem niet kan vinden of zo. Nou, hij staat hier op mijn bureaublad. Ik ga naar FontScroll toe. Klik op die site. En FontScroll die geeft zelf ook al een aantal gratis fonts aan die je kunt gebruiken, net hetzelfde als Google, maar ze hebben dus ook een webfont generator. Nou, klik die aan, dan geeft die dus al aan zo van, oké, wat voor font wil je toevoegen? Nou, klik je daarop
Nou, ik ga naar mijn desktop toe. Daar staat dus dat gekruld lettertype. Zeg ik openen. Dat duurt meestal eventjes. Nou, daar staat hij al. Nou, als dit is gelukt, dan komt hij hier dus te staan. Kan echter zo zijn dat sommige webfonds hebben afspraken gemaakt met FontScroll van oké, okay, als iemand dit font wil omzetten naar die webfontformaat, geef dan meteen aan, sorry kerel, maar dat gaat niet gebeuren. Je moet hier een webfontformaat van kopen bij deze en deze winkel. Nou, dan krijg je dat vanzelf te merken. Dus ik geef dit ook als een optie aan. Dit is niet altijd 100% gegarandeerd dat dat ook lukt. Bij dit is het toevallig gewoon goed gelukt. En je ziet hem er dus ook bij staan. Maar het kan dus zijn dat je dus eens een keer een weigering krijgt. Nou, hier krijg je ook meteen een legal gedeelte. Hè? Agreement. Yes, the fonts I'm uploading are legal. Ja, die heb je dus legaal gekregen en die mag ik gebruiken voor web embedding. Nou, klik je aan, vink je hem aan. En dan geeft hij dus aan van download your kit. Nou, oké, okay, downloaden. Nou, dan gaat dus die site dat fontje omzetten voor jou naar dat webformaat. Nou, dat is hartstikke handig. Je kunt hier nog allemaal dingen instellen. Ik zou dat gewoon op optimaal laten staan. Dat werkt meestal het beste. En daar zou ik dan ook verder gewoon van afblijven. Dat zou je eigenlijk alleen maar moeten gebruiken als je echt weet wat je doet. En die optimal is tot nu toe voor mij altijd het beste uitgepakt. Nou, dit duurt eventjes voordat hij dat erom heeft gezet. Maar wat je eigenlijk krijgt is een zipbestand met een voorbeeldbestand erin van HTML en een stylesheet. En webfont. En dus in die voorbeeldbestand kun je ook meteen checken van oké, okay, hoe ziet dat eruit in een bestand. Nou, hier zie je dus al het gedownloade bestand. Ik zal even mijn downloads even erbij halen. Even kijken, downloads. Show in folder. Deze kan uit. Nou, deze kan in principe ook uit. Het is trouwens nog een keer laten zien. FontScroll, hè, waar je hem kunt halen. Even kijken. Dit is dus die webfont kit die je dan krijgt. Even uitpakken. En hij zet er gewoon een datum bij. Achter webfont kit. Even kijken. Waar staat dat gekke ding? Hier. Hij heeft er dus ik heb het al een keer eerder gedaan. En je ziet dus ook dat hij dus een demo pagina heeft. Nou, die ga ik meteen even openen. Kan ik ook zien als het werkt. En hoe het er ook uitziet in een browser. Nou, het duurt best wel lang om in te laden. Maar het werkt wel. Je ziet dus gewoon tekst. En die tekst die kun je selecteren. Dus dat heeft gewerkt. Dit is prima. Kleine letters, grote letters, vage tekens. Die hij niet kent. Daar heeft hij dus vervangen met een of ander ja, leuk tekeningetje. Nou. Volgens mij staat er van als je deze vage tekens wil gebruiken, kun je vage tekens zijn trouwens, als ik het zo goed bekijk, de cijfers. Die kun je dan kopen bij deze link. Nou, dat heeft hij heel slim gedaan. Maar goed, voor het voorbeeld van ons is het niet zo belangrijk. Maar je ziet dus in deze HTML pagina dat het werkt. Nou, als het in die pagina werkt, krijg jij het ook in jouw pagina werkend. Wat moeten we doen? Nou. Dat webfont gedeelte dat bestaat uit dus de HTML en een stylesheet en een tekst. Schijnbaar als er nog fouten zijn opgekomen, die kun je negeren. En je hebt dus een AOT, SVG, TTF en WOFF, een WOF. Dat zijn allemaal webfontformaten die je nodig hebt voor de verschillende browsers. Elke browser schijnbaar gebruikt weer een ander soort formaat. Maar deze vier heb je wel nodig. Dus deze vier dingen, dus niet de HTML en ook niet de stylesheet of de tekstbestand, maar die AOT, SVG, TTF en WOFF, die moet je dus kopiëren. Dus die vier bestanden. Nou, kopiëren.
En die plak je dus op de plek waar jij je bestanden hebt staan. Nou, in mijn geval is dat dus de Jackie page. Www roots, even kijken, 2. En die plak ik hier gewoon waar ik mijn HTML en mijn style sheet heb staan. Paste. Je ziet dus ook dat je dus deze bestanden moet uploaden naar je eigen server. Dus dat werkt heel anders dan bij dat Google font. Weet je wel, Google font staat gewoon ergens op een Google server, maar deze moet je ook zelf online zetten. Nu is het zo dat je denkt van ja, wacht eens even, maar ik had toch gewoon die billion stars personal had ik gewoon hier ingetypt. En toen deed hij het ook gewoon. Ja, wat is nu echter het geval? Dat als je het font hebt geïnstalleerd op je systeem, kun je het ook gewoon hier oproepen. Maar, hoe groot is de kans dat op dat font, dat lettertype is gedownload door jouw gebruiker? Als jouw gebruiker dat niet heeft gedownload, dat font, en niet geïnstalleerd, laat hij hem dus ook niet zien. Hij laat dus dan standaard, omdat hij die niet kent, de Times New Roman zien. Dus maak niet de vergissing om gewoon een font hier lutraak in te typen, zonder dat je zeker weet dat het ofwel een Google Web font is, en je hebt er dus de juiste linkjes hier gekopieerd hierboven. Of het is een WebSafe font, dan kun je altijd zoeken op WebSafe font. Krijg je vaak linkjes naar sites waar gewoon een lijstje staat van oké. En als het dus gewoon een custom font is, dus een font wat je zelf hebt gedownload en je hebt hem omgezet in FontScroll, dan moet je hem dus ook goed gelinkt hebben. Want als je dat allemaal niet goed hebt gedaan, dan kan het nogal een hoop problemen opleveren. Want dan denk jij met de illusie van, oh, het staat allemaal goed, weet je wel. Het ziet er prima uit, maar dat komt omdat jij het font op jouw computer hebt geïnstalleerd en dat hij het daar dan wel laat zien. Test dus ook altijd je site. Als het bijna af is, even op een andere computer. Op een computer die dus niet dat font heeft geïnstalleerd. Bijvoorbeeld gewoon font van je ouders, of computer van je ouders, of weet ik veel, of bel je oma. En zeg van, hey oma, ga eens naar mijn website toe. Nou, dat vinden oma's volgens mij hartstikke leuk om te doen. Duurt wel even, maar dan heb je wat. Maar goed, even dat verhaal even naast ons neer te leggen, moeten we dus natuurlijk nog wel de koppeling maken. Hè? Ik ga dus dit bestand even openen in HTML, in Dreamweaver, om gewoon te kijken van oké, hoe heeft hij dat gedaan? Hoe is het gekoppeld? Nou, dan krijg ik dus die pagina open. Nou, je ziet hier dus al meteen dat er dus stylesheet staat, en het staat dus in die HTML bestand. Nou, dat is dus iets wat je zelf nooit moet doen, want dat heb ik al van tevoren helemaal in het begin van deze les uitgelegd van bron, inhoud en stijl moet absoluut gescheiden van elkaar zijn, maar volgens mij heeft hij het gewoon zoiets van oké, ik heb dit gewoon even erin gezet omdat het makkelijk is, maar wij doen dat dus nooit. Dit moet je dus wel kopiëren, maar wij plakken het in onze stylesheet zoals het hoort. Dus als ik deze nou vervang met die regel, en je ziet dus dat er maar één font staat, doe jezelf een plezier en zet erachter nog een backup font, dus een Arial of zo, zodat als je dat font op een of andere vage manier niet inlaat, dat hij in ieder geval geen Times New Roman laat zien. Niks mis met Times New Roman, by the way, maar kan ook soms heel mooi zijn om het ergens te gebruiken. Maar in de meeste gevallen is dat dus niet. Nou, de volgende stap, je ziet hier van alles bij staan. Hier bovenin, dat is allemaal JavaScript. Hebben we allemaal niet nodig. We gaan de stylesheet gebruiken. En hier zie je dus ook het stuk wat verwijst naar die verschillende formaten webfonts. AOT, WOFF, TTF en SVG. Dat zijn die vier bestanden. Nou, die link die moet je er ook nog in zetten. Dus je kopieert dit en plakt dit in jouw eigen stylesheet ergens neer. Met voorkeur bovenaan gewoon. Nou, als ik dit nou opsla, je ziet hier ook de fontfamilie dat die dus eigenlijk wordt aangegeven van hoe gaat dat ding heten. Dat is een heel lange naam. Ik kan hem ook gewoon korter maken.
Dus als ik hier nou iets korter maak, zo. Als het goed is, moet je hem dan hier ook iets korter maken. Het moet natuurlijk wel overeenkomen met elkaar. Zo. 7. En als het goed is, zijn nu alle H2's en H1's veranderd in dat font wat ik heb gedownload en heb omgezet. Nou, dat is dus gelukt. Je ziet ook meteen dat dat font een heel stuk kleiner is dan de gebruikelijke font. Dus je zou dus de korpsgrootte een stuk groter moeten maken. Maar je ziet dus dat het font dus wel meegekomen. En als je dit dus uploadt, dan is dus iedereen die dus naar je site gaat, die ziet dat dan ook. Dus ook je oma, ook je moeder en je vader, of vrienden en familie, of weet ik veel wie het naartoe stuurt. Potentiële klant is misschien ook wel een goeie. Die zien dus dat font. Dus dat is de derde manier om een font ergens neer te zetten. Dus nu is de allerlaatste optie, en dat adviseer ik ook gewoon iedereen om niet te doen. Als alles niet werkt, en je hebt dat ene font, en je wilt het gebruiken, maar het kan op geen enkele manier, dus niet via de WebSafe, geen Google font, geen font scroll, dat werkt allemaal niet. Dan kun je er ook een plaatje van maken. Maar, er komt een hele grote maar bij. Plaatjes is eigenlijk niet goed. Beter nog zelfs om gewoon een alternatief font te zoeken die wel een van die opties kan, dan een plaatje. Want wat is nu het geval met het plaatje, wat ik ook al zei hier. En hier beneden, in geïndexering is dus gewoon zo goed als niet, hè, met plaatjes. Dus hier kun je dan wel wat beschrijvende tekst bij zetten, maar het is lang niet zo sterk met indexeren, dus gevonden worden met Google, als echt tekst. Tekst, dat snapt nog steeds Google het beste. Dus als je er een plaatje van maakt, dan is dat dus eigenlijk een heel groot verlies. Dus ik ga even dit fontfeest even eruit halen. Ik had dus Roboto gebruikt voor mijn font. Dus die moet ik dan ook even erin zetten. Ik zal even Ctrl zetten. Even kijken. Zo. Ctrl Z. Ctrl Z. Ja. Dus die Roboto condens weer. En met die plaatjes, afgezien dat het gewoon niet goed vindbaar is, haal je jezelf ook nog een hoop kopzorgen erbij dat je dus voor elke titel die je moet maken een apart plaatje moet maken. Nou, daar word je niet vrolijk van. Je kunt al voorstellen, hier heb ik al, even kijken, 1, 2, even kijken, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kopjes. Die zou je al 7 plaatjes moeten aanmaken. En als je daar gewoon iets in wil veranderen, van kropsgrootte of wat dan ook, of een kleurtje, dan ben je daar nogal een tijd mee bezig. Want dan moet je weer nieuwe plaatjes maken. Dus plaatjes is eigenlijk niet zo goed. Dat is een big no-no eigenlijk, zullen we zeggen. Daar word je zelf ook niet beter van. Zorg dus altijd voor dat je dus een van die andere 3 opties kiest. Of het moet echt, echt niet anders kunnen. Nou, dat is dus optie 4. Die ga ik dus ook verder niet uitleggen hoe je dat doet. Dat wil ik helemaal niet, want ik wil jullie gewoon dat jullie tekst gebruiken. Want eigenlijk is het precies hetzelfde werk dat als gewoon een plaatje plaatsen, zoals het logo of hieronder. Maar ja, dan in tekst. Sowieso bodytekst, hè, dus deze grote lappen tekst, die moet je al helemaal niet als een plaatje gaan exporteren, want dan dan ben je echt helemaal verkeerd bezig. Plaatjes is echt alleen in uiterste uitzondering voor kopjes of voor navigatie. Dus dat wat we hier zien, wat er nog niet uitziet, maar ja, daar gebruik je het voor. Anders moet je echt absoluut dat niet doen. Maar goed,